Mevrouw de minister, laat me beginnen met u eens te feliciteren. U bent erin geslaagd om met 0 euro budget iets te doen waar deze regering honderdduizenden euro's campagnebudget voor nodig had. U hebt België op de kaart gezet. Zelfs op de internationale kaart. De Washington Post hebt u gehaald met Belgians can invite guests for Christmas dinner, but only one can use the bathroom. Absurde regels en absurde communicatie als deze is de reden van mijn vraag. En ik heb vernomen, u vertegenwoordigt de CD&V, niet omdat u verkozen bent, maar omdat de partij u heeft aangeduid. En dat is de enerzijds-anderzijds partij. Dus ik heb speciaal voor u, omdat mijn eerste vraag aan u is, ook mijn vraag enerzijds-anderzijds geformuleerd. Enerzijds in dit land, als je een appartementje hebt of een arbeiderswoning, dan mocht je maar één iemand uitnodigen voor kerst. Anderzijds, als je een riante villa hebt in een grote tuin, dan mocht je met vier rond de vuurkorf. Enerzijds in dit land gaan ze in Vlaanderen de burgers bespioneren met drones. En anderzijds in Brussel mogen islamitische begrafenissen met honderden aanwezigen gerust doorgaan. Enerzijds moeten mensen zich zorgen maken dat de politie binnenvalt op kerst omdat je een vleesje te veel hebt besteld bij de traiteur of te veel pizza's. Maar anderzijds, als je illegaal in dit land bent, kun je op je twee oren slapen, want dan mag de politie geen voet binnenzetten. Mevrouw de minister, ik heb, voor u minister was u een begenadigd advocaat. En dan weet u dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Ten eerste, iedereen hoort de wet te kennen. Deze cacophonie, daar kan niemand meer nog aan uit. En ten tweede, iedereen hoort gelijk te zijn voor de wet. En we merken dat er steeds meer twee maten, twee gewichten zijn. Wat gaat u daaraan doen, mevrouw de minister? Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. U weet, mijn partij is altijd heel verantwoordelijk omgesprongen met al die regels. Zelfs als ze absurd zijn, roepen wij ze nooit op om niet na te leven. Ik benijd uw positie ook niet om de wetgeving te handhaven, maar mijn partij pleit toch voor wat meer gezond verstand en wat meer menselijkheid. Ikzelf word samen met mijn vrouw geconfronteerd, wie nodig ik uit op kerstavond? Is het mijn alleenstaande vader van 64 die nog maar één keer zijn kleinzoon heeft gezien? Of wordt het mijn grootmoeder van 86 die nog maar één keer haar achterkleinzoon heeft gezien? Ik sta voor die verscheurende keuze en heel veel Vlamingen met mij. Kan het voor één keer eens geen opbod zijn om ter strengst, maar om ter menselijkst? En een beetje gezond verstand in plaats van drones inzetten, pizza's te tellen of vleesjes na te kijken. Ik dank u.